En die kinderkleren zijn ook zo leuk. Ik wil nu echt een nieuwe baby, want Olly past al die kleertjes. Oh, daar bij Peuze. Al die babykleren passen natuurlijk niet meer. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Wat zit er in je oorzand? Een oorkendel. Oh, wat doet dat? Kijk uit. Nee, niet blazen. Blazen, goed zo. Piep, 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 hoera. Waarom doe je dit? Omdat ik had viezigheid in mijn oor. Ja. En toen was ik in Zwitserland bij een apotheek en die had het allemaal verkocht. Maar wat voel je nu dan? Ik hoor een soort branden in mijn oor. Echt? Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag zaterdagochtend. En ik heb mijn spullen ingepakt en Sander ook. En Sander, ik en Olivia gaan bij mijn moeder in Leiden logeren. Voor het eerst eigenlijk dat Olivia daar gaat logeren, dus we hebben er heel veel zin in. En daarvoor rijden we nog even langs mijn vader, die woont in Safsheim. Gaan we daar ook even nog koffie drinken. En dan gaan we dus in Leiden gezellig slapen. Dus ik ben benieuwd en morgen ga ik met Jo, zijn vriendin van mij, die kennen jullie misschien wel. Ja, die kennen jullie wel, de moeder van Emma. Ze heeft ook een kindje die net zo oud is als Olly. En Kay naar Leiden. Dus, kijk gezellig mee. We zitten in de auto. Ik zei het tegen Sander. En hij is er niet mee eens. En Olly die achterin zit. Dat ik een challenge wil gaan doen. Tenminste, ik weet eigenlijk niet of ik het echt wil. Maar ik zit eraan te denken om alles uit mijn kast weg te doen. En dan nog maar 50 items over te houden. En misschien dat sommige 50 items nog best wel veel vinden. Want op zich is het ook nog wel veel. En accessoires niet meegerekend. Oh, en ondergoed en BH's? Nee, ook niet. 50 kledingstukken. Challenge. Oh, oké. Snapt hij dat net niet? Snapt hij dat net niet? Daar zit ik aan te denken. Om dat te doen. Want ik merk gewoon dat aankleden kost gewoon ook heel veel tijd. Doordat ik weet dat het echt een first world problem is. Omdat ik zoveel keuze heb. En ik denk gewoon dat ik veel effectiever ben als ik gewoon 2 mooie spijkerbroeken heb. 5 mooie t-shirts. 3 mooie jurken. 2 mooie truien. Wat is er op? Good morning. Ik zit weer in dezelfde outfit als gisteren. In dezelfde plek als gisteren. We hebben mijn moeder niet echt gefilmd, maar het was heel gezellig. Ja, je moeder die verwend mij tenminste. Olly is lekker aan het slapen. En ik ga nu, heel erg leuk, met Kay en Jo naar Prenatal. Kay gaat haar hele baby uitzet shoppen. Dus dat vind ik echt mega leuk. Ik vind haar Prenatal gaan sowieso super leuk. En wij hebben echt allemaal nieuwe dingen nodig voor Olly. Echt allemaal random dingen. Zoals een nieuw dekentje, een nieuw kussentje. Zo'n inklapwagen. Hoe heet zoiets? Zo'n wagen precies. Niet het merk, maar zeg maar. Gewoon een buggy. Een buggy. We hebben een nieuwe buggy nodig, want we moeten dus naar Jamaica en andere reizen maken. En dan is het wel handig als we een buggy mee kunnen nemen. Dus dat ga ik, daar ga ik voor kijken. En, ik rijd in een elektrische auto. En we rijden in een elektrische auto. We vragen ons af waarom we dat altijd doen. Nou ja, dat vragen we wel, maar ik kijk nu wel naar mijn verbruik. Het valt wel mee, echt, toch? Jawel, maar het is toch wat ze zeg maar aangeven dat kan. Dat hoor je wel vaker, weet je wel. Ik weet niet onder wat voor condities dat dan bedacht wordt, weet je wel. Maar ik heb gewoon een verwarming aan en er wordt mijn telefoontje opgeladen en allemaal dat soort dingen bij elkaar. En dan realiseer je wel dat dat allemaal echt wel heel optimistisch is, zeg maar, qua batterijgebruik. Ja. Nou hoor je mij niet zeuren, want ik vind dat je als je in de Randstad woont, maakt verder niet echt gebruik van een auto voor grote afstanden. Dan moet je gewoon elektrisch gaan. Maar dan vind ik wel nog steeds dat zeg maar, ze zouden echt iets moeten verzinnen snel op accu
omvang en efficiëntie. Oké, dankjewel. Tot ziens. En ik had geen make-up bij me en geen sieraden. Dus ik heb wel gewoon mijn ketting om en mijn de eerste week februari uit trouwens. En mijn andere ketting waar we nog wel wat van hebben, mochten jullie die willen bestellen. Ik zal hieronder zetten hoe je dat kan bestellen. Maar ik had dus geen make-up bij me. Dus ik had, ja, een concealer had ik in mijn tas gevonden. En zo'n mini mascara. Dus ik zie er echt niet uit. Het is gewoon zo'n onzin. Ik zie er echt niet uit. Je bent een rare vrouw. Mijn haar lijkt echt rare. Grijs bij mijn je huidskleur. Je gaat naar de prenatal. Je gaat niet naar de Grammys of naar de Oscars. Nee, maar het is wel leuk als ik een poedershop had kunnen doen. Ja, maar je ziet er toch verder super uit. Er is toch helemaal niks aan de hand. Het gaat zo lang op je gok en klaar, weet je wel. Oh, oké. Okay. Ik voel me echt een zwerver. Maar je bent echt, ja, ik voel me beledigd als je dat zegt. Want waarom voel jij je beledigd als ik dat zeg? Ja, omdat ik dan denk van ja, ten eerste loop je naast mij, dus ja, maar je gaat er niet sowieso mee naar de niet als een zwerver uit. Wat zei je? Ik ga naar de prenatal. Ja, dus inderdaad, dus in het, ja, I mean, honestly. En ik loop niet naar jou. Honestly. Vraag dan anders de volgers. I mean, let's be honest. Vrouwen doen het veel te moeilijk over de helft van de tijd over hoe ze eruit zien. Doe gewoon zonder bril op. Maar doe het toch niet toe, jongens. Je gaat naar de prenatal. Weet je wel, je gaat toch niet, ik bedoel, je hoeft jezelf toch niet te verkopen. Je bent toch niet op zoek naar een nieuwe vent, weet je wel. Jawel, dat ben ik dus wel. Right. Echt, en ook al zou je dat zijn, dan kan je maar beter gewoon direct laten zien van hoe het eruit ziet, weet je wel. Ja, vind je dat? Ja, 100%. Dus jij als man zijn, leert liever een vrouw zonder make-up kennen. Daar is een Amerikaanse vrouw, weet je, die gaan liever dood dan dat ze de make-up afdoen, weet je wel, in bijzijn van de man. Ja, die dus ook is echt make-up letterlijk voordat een man wakker ja, precies. Wordt. Die staan gewoon een uur eerder op. Engelse vrouwen ook. Ja, dan weet ik, ja, sorry, maar dan. Ja, ik weet, wie hou je dan voor de gek? Dat lijkt me zo erg. Dat zo je gewoon nooit ook, echt jezelf kan zijn. Dat is toch de basis van elke goede relatie is toch dat je gewoon sowieso ergens helemaal jezelf kan zijn met al je scheten en je gedoe. Dat is toch gewoon, zo, ja, als het daar goed zit, dan heb je echt nergens zorgen over. En daar zit het bij ons dus niet goed, dus daarom ga ik op zoek. Nou, nee, ik vind een goede relatie moet je gewoon bear all, weet je wel. Bear all, ja, dat doe jij zeker. Dat doe jij zeker! Ja, je bent meer een charmante, fijne, lieve, meegaande vrouw. Heerlijk. Nou, we zijn in de prenatal en Olivia is meteen hier gaan zitten en Emma ook. Heb je een auto? En Kay en Diego gaan lekker al hun spullen kopen. En Jo gaat ook het een en ander kopen. En wij ook. Ja. Het is wel echt lekker rustig hier, hè? Ja, ik had de parkeerterrein lijkt. Ja, ik dacht toen we hier aankwamen. Oh nee. Dus en die kinderkleren zijn ook zo leuk. Ik vond nu echt een nieuwe baby, want Olly past al die kleertjes. Oh, daar bij Peuze. Al die babykleren passen natuurlijk niet meer. Dus Olly heeft maar 92 nu. Dus blijf jij hier? Ga je met mama mee? Nee? Oké. Nou, dus ik laat jullie wel even zien wat ik allemaal ga kopen. Oké, dit is wat ik tot nu toe heb. Ik heb eindelijk weer een nieuwe blokkenbak. Van Woezel en Tim. Dat is echt voor elke ouder een uur lang entertainment als je ergens bent. En ik had dus dit gezien, uitwasbare krijtjes. Echt super handig. En dit is voor een bad. En dit is dat ze in het bad kunnen tekenen. Dat vindt ze ook heel fijn. En nieuwe dekentjes. En een nieuw traprekje, want we hebben extra traprekjes nodig. Nieuwe stokkenstoel. Wat zie je? Fietsje. Nee, jij hebt een fietsje, hè? Nou, ik heb Kay weer teruggevonden. Die was even verdwenen. En die is geslaagd. Dit echt, doet me echt denken aan toen ik babyspullen ging kopen. Die heeft gewoon haar hele... Ik ga even mijn favoriet laten zien. Oké, Kay heeft haar hele baby uitzet gekocht vandaag ook. Kijk hoe lief. Met bijpassend shorts. Oh, ik vind het zo erg dat Ol gewoon nu zo groot is. Binnenkort. Ja, en deze die heb ik ook. Mag je die is echt top. Maar ik had echt hier ook hele... Hangers ik begon eigenlijk bij het schattigste, hè? Ja, die kleertjes aan het begin. Dit is zo leuk. Dit pakje. Ja, Mo vindt dit soort pakjes ook heel leuk. Eigenlijk moet ik er één van haar ook meenemen. Zo leuk. Kunnen we een badje. Ja. En deze. Ja, die vind ik ook. Het is een mooie kleur, hè? Ja, is echt heel mooi. De beste uit de test. Ja, maar hij is echt super mooi. Maar blijft dit erop zitten? Ja.
Jammer, hè? Ja. Dat airbag blijft erop zitten. Ja, dat moet. Hadden ze dat niet ergens kunnen doen? Maar wel zo hierachter gewoon. Ja. Nee. Helaas. Okay, die had ik ook. Ja, onze car die staat vooraan. Ik kan echt niet wachten met al dat... Maar ik heb echt een andere aankopen gedaan. Ik heb vooral de speelgoed gekocht. Ja, maar dat is ook nu een vraag. Maar wat ik vooral ga uitproberen zijn die stiften voor een bad. Daar kan ze hele bad onder kalken. Dat ga je filmen. Dat is wel leuk om te laten. Misschien kan je zonder... Misschien ga ik het wel filmen, het resultaat. Maar het is wel heel leuk. En Olivia die is vervelend vandaag. En vooral nee, aan het... Olivia slaapt normaal nog 3 uur overdag. En die heeft vandaag maar een half uur de auto geslapen. Dus... Die is echt not amused. Zo leuk. Weet je wat ik trouwens net bedacht, wat misschien wel leuk is? Is als ik hieronder even de vlog, of hier ergens in beeld, de vlog post dat ik hier voor het eerst heen ging. Ik ging hier mijn baby uitzet kopen. Dat was een van de eerste vlogs die ik ooit gepost heb. Ik wil het zelf niet terugzien, maar misschien vinden jullie dat wel grappig om terug te zien. Dus ik zal die vlog hier ergens posten. We zijn weer thuis na ons prenatal bezoekje. En... wat wil ik zeggen? Ja, ik ga even mijn gezicht wassen en insmeren. We sliepen gisteren bij mijn moeder en ik had niks meegenomen dus. Qua beauty en make-up producten. Dus dat ga ik nu maar even doen. En dan naar bed. En morgen begint weer een nieuwe week. En dit had ik dus allemaal mee moeten nemen. En dan... Ik wilde wat vertellen. Oh ja, we hebben gegeten na het prenatal. Ik ben echt super blij met alle nieuwe spulletjes die ik daar gekocht heb. En ook leuk nieuw speelgoed eindelijk voor Olde. Waar waren we echt wel aan toe. Ik heb er ook van die krijtjes op verteld voor in bad. Ik denk dat ik het morgenochtend ga uitproberen. En morgenochtend gaan we dus weer sporten. Ik heb er zo geen zin in. Ik heb trouwens mijn sterrenbroek aan. Ik kon het toch niet vinden. Morgen gaan we weer sporten. Ik heb echt geen zin, maar het moet. Gaan we weer beginnen. Dus ik zal het even filmen als jullie het leuk vinden. En dan naar kantoor. En het gaat de hele dag, hele week regenen. En zaterdag ga ik naar Parijs met Mo en Dior. Dus daar heb ik heel veel zin in. That is going to be amazing. En dan Couture Week, Parijs Couture Week. En ik ben voor het eerst volgende week, zaterdag, zondag, maandag, dinsdag, woensdag, 6 dagen bij Olivia weg. Misschien ga ik wel eerder naar huis als ik het niet red. Want voor mij is dat echt heel lang, 6 dagen. Ik vind 1 dag wel moeilijk. En ik denk ook dat het voor haar best wel moeilijk is. Maar we kunnen natuurlijk wel facetimen en zo. Maar ja, ik heb deze week helemaal beautybehandeling. Ik ga mijn wimpers weer laten liften en verven. Dat zal ik filmen. Dat vonden heel veel mensen interessant. En ik ga mijn nagels deze week laten doen. En allemaal van dat soort dingetjes die ik deze week moet doen. Dat ga je helemaal zien. Ik ga nu lekker mijn gezicht wassen, slapen en voor vandaag de vlog afsluiten. Dus ik zie jullie morgen. Good morning. Ik heb net gesport. Nou, ik zie er zo uit. Maar er komt door de schaduw van mijn bed. Ik heb net gesport. En het was best wel weer zwaar. Want Sander en ik hadden al even niet gesport. En nu doet alles pijn. Bleh. En ik ga nu mijn spullen pakken en naar the office. Maar het regent zo hard. Echt niet normaal. We hebben een meeting op kantoor over 10 minuten. Over alle nieuwe producten. Ja, maar ik ga jullie meenemen naar kantoor. Dus ik zie jullie zo. Ik ga met de fiets door de stromende regen. Ik ben op kantoor en we hebben net een afspraak gehad. En we zijn bezig met pyjama's versturen. Kijk, alle leuke zakken. Oeh, waar ze ingaan. Ik ga even dit doen. Zo zien de zakken eruit. En ik krijg een kaartje bij. Ja. Waar zijn onze kaartjes? Misschien zit er hier ergens al eentje bij. Nee, nog niet. Ja, dit is inpakpapier. Dit zijn de stickers voor erbij. Super cute. En wij gaan, kan ik eigenlijk zeggen nu, een sale organiseren. Tenminste, een sale, dat klinkt uitverkoop, maar een event organiseren. Monica en ik op 3 februari in het Pulitzer Hotel in Amsterdam. Ik zal alle gegevens hieronder zetten. Want we krijgen allebei gewoon best wel veel berichten dat mensen de pyjama's willen passen. Dus we dachten het is wel leuk als we dan een event doen. Dat je de pyjama's ook daadwerkelijk even kan zien en voelen en naar de maat kan kijken. En nou goed, het wordt een heel leuk ding. We hadden natuurlijk tijdens onze shoot die kamer in Pulitzer, dat bad met die ballonnen en dat bed met al die ballonnen. En dat gaan we helemaal nabouwen. Dus daar kan je op de foto. En
Er zijn weinig tickets, dus we gaan tickets verkopen voor 10 euro. Maar die 10 euro die kan je zeg maar inleveren als een soort van korting. Dus je bent eigenlijk niet je 10 euro kwijt als je iets koopt. Maar dat doen we gewoon om te verkomen. Omdat bij dat soort klassen sales gewoon duizenden mensen soms komen. En die komen dan puur en alleen voor een foto, wat soms best leuk is. Maar dit event is in ieder geval voor de pyjama's georganiseerd. En niet om de hele dag voor ons foto's te nemen. Dat doen we uiteraard wel. Maar dit is gewoon om een beetje een barrière te zetten. Dat niet iedereen komt en het onoverzichtelijk wordt. En et cetera, et cetera. Ik hoop dat jullie dat begrijpen. Maar hieronder vind je de info voor het event. Dus dat. En nu ga ik verder met pakketten uitpakken. Ik weet niet of jullie het leuk vinden om dat te zien. Soms film ik het. Ik heb van Charlotte Tilbury een naamletter gekregen. Superleuk. Helemaal van bloemen. Letter N. En daar hoort deze brons erbij. Ik heb net even uitgeprobeerd. En, oh nee, dit hoort er niet bij. En die Youth Glow. Die schijnt heel goed te zijn. Dus die ga ik ook even uitproberen straks. Ik hou sowieso erg van Charlotte Tilbury. Dus dat. Ik heb een hele doos van Ideal of Sweden gehad. Allemaal hoesjes. We hebben er allemaal al een paar uitgepakt. Een powerbank. Oh, ze heeft ze dichtgeplakt. Nou goed. En dan hier is een cadeau voor Noor en Olivia. Let's see. Van Tommy Hilfiger. Maar ik weet al wat het is. Het is zo leuk. Ik ga dit zo aan Olivia geven. Gigi Hadid Barbie. Love it. Goedemorgen. Het is... Dinsdag! Dinsdagochtend. En ik heb Olivia net naar de crash gebracht. En ik was ook nog even blijven kletsen. Dat was heel gezellig. Dus het is nu 10 uur. En we hebben een lange werkdag voor ons. Dus, sorry, ik zal even e-mails te openen. Dus ik ga werken. Ik heb, tenminste, ik ga nu even wat mails doen. En dan komt zo M&A. Zij doet altijd mijn wimpers liften. Dat heb ik heel lang niet gedaan. Zal ik dat filmen? Nee, dat film ik wel voor de volgende vlog. En dan heb ik een afspraak voor mijn schoenencollectie. En ik ga het jullie eindelijk vertellen wat het is. Ik heb namelijk een collectie ontworpen met mijn favoriete schoenenmerk, Superga. En die komt als het goed is in mei uit. We gaan vanmiddag de planningen zo bespreken. En ik krijg de samples te zien, ze zijn zo vet. Dus ja, ik hoop dat jullie het leuk vinden. En ik kreeg best wel wat vragen over skincare van mensen. Want heel veel mensen zeggen van, hoe hou je je huid enigszins gezond met een kindje en een druk leven en een drukke baan. En op dit moment gebruik ik de lijn van Nivea. Die heet Nivea Urban Skin. Ik heb een dag- en nachtcreme en ik heb een masker. Dat masker dat ga ik nu niet opdoen, want die gebruik ik 's avonds. Want die heeft een reinige werking, dus dat is beter om die 's avonds te gebruiken. Maar het idee van deze lijn is eigenlijk dat het je natuurlijk afweersysteem versterkt. Dit zijn ze. Dit is de groene, dit is de dagcreme. Die ga ik nu opdoen. En dit is de nachtcreme. En ik heb hier ook het masker, die ik dus nu even niet kan laten zien, want die gebruik ik 's avonds. En... the best thing. Ik hou echt van de Nivea geur en het ruikt dus echt naar Nivea. Zeg maar gewoon zoals de blauwe potten ook ruiken. Maar het idee hierachter is dus dat het zeg maar cityproof is voor als je in de stad woont. Voor de invloeden van de stad. Basically. Waar ik nogal last van heb. Dus ik ga die dagcreme opdoen. En goodbye. Duizend retransfer e-mails. Oh my god, dat is zoveel. Echt zie, maar mijn hele... Ik heb trouwens de laatste tijd ben ik echt veel beter met geen make-up op doen op mijn huid. Ik merk wel echt dat dat beter is ook. Bijvoorbeeld vandaag hebben we afspraken, maar ik kan sowieso geen make-up op doen omdat we die wimpers zo gaan verven en liften. Dus ik dacht, laten we een gezonde dag ervan maken. Ik heb trouwens ook echt al veel te veel gevlogd en... deze video die komt morgen online. Ik denk dat ik even een aparte video voor de pyjama's ook nog ga opnemen. Omdat ik zoveel DM's krijg over maten. En dan ga ik denk ik even alle pyjama's passen. En per maat vertellen, per item vertellen welke maat ik heb en zo. Dus laat ze weten als jullie dat fijn vinden. Dan neem ik die deze week ook nog even op. En dan ga ik de vlog afsluiten. En dan zie ik jullie zondag weer.